De discussie over de verruiming van de schooltijden zorgt voor felle reacties binnen de samenleving. Doordat minister Henry Ory van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur daar een brede discussie over wil, heeft de werkgroep Onderwijs van de NPS het voortouw genomen om een discussieavond te organiseren. Orfeu Marengo, lid van de werkgroep, geeft aan dat dit geen nieuw onderwerp is dat wordt aangekaart. Het is in 2015 reeds aangekaart door ex-minister Adin. En tijdens een pre-congres heeft men toen aangegeven dat dus de schooltijden verruimd moeten worden, want de kwaliteit van het onderwijs laat te wensen over leerresultaten van leerlingen, studenten, die zijn niet oké. En men zou toen in 2016 implementeren. Het is niet gekomen en de ex-minister had toen ook gevraagd naar een brede maatschappelijke discussie. Omdat het van belang is om dus die samenleving ook te horen. Als we komen met veranderingen, is het goed om dus die veranderingen niet alleen vanuit het ministerie te sturen, maar om ook de actoren bij te betrekken. En minister Ory heeft nu ook gevraagd naar een brede maatschappelijke discussie om te komen tot een besluit. Samen met de werkgroep is Marengo de mening toegedaan dat het verruimen van de schooltijden geen probleem hoeft te zijn. Maar er moet wel voldoende en gedegen onderzoek worden gedaan, alvorens de regering het definitief besluit neemt. Alleen gaan verruimen om dus die leerresultaten te gaan verbeteren. Zijn er ook andere zaken nodig om naar te kijken? En voordat je komt naar verruiming van dus die tijden, zijn er een heleboel zaken die in place gebracht moeten worden. En ik denk dat, dat het is toch om te gaan discussiëren, om te kijken. Alle groepen, alle actoren die betrokken zijn binnen dat onderwijs, eigenlijk op één lijn te krijgen. Alle neuzen in één richting voordat we dat besluit gaan nemen. Wil je gaan naar verandering? Toch? Pak de actoren die belang hebben. En dan kijken we dus naar de leerkracht, dat is echt belangrijk. We kijken naar de ouders en we kijken ook naar de leerlingen. Dus voordat je een besluit neemt, hoor die samenleving, toch? Kijk wat zij vinden en van daaruit dan jouw beleid uitstippelen. En dan heb je ook, wanneer je dat doet, dan heb je ook een grotere groep die dan mee kan gaan met dus de besluiten, de beslissingen die genomen worden. Na de discussieavond morgen zal er een evaluatie worden gehouden.